Brabant kent heel veel verschillende mooie plekjes. Een van de mooiste plekjes is misschien wel deze prachtige kloostertuin. Hij ligt vlakbij de Brabantse kluis, een heel oud pand met heel veel verschillende faciliteiten. Welke faciliteiten dat precies zijn, dat ga ik eens even navragen bij Christa. Christa, wat een onwijs mooi plekje is dit. Ja, van harte welkom in de Brabantse. Ja, inderdaad. Hey, het is heel oud, hè? Het ziet er heel oud uit in ieder geval. Waar kijk ik naar? We zitten hier in de oude kloosterboerderij. En hier voorheen was het de schuur, stond hier de tractor binnen. En hebben we omgebouwd tot restaurant met hotel. En we hebben ook vergaderzalen daarbij. En aan de achterkant zie je het terras. En daar zit je ook langs de koeien en de kalfjes van de boerderij. Waar komt die naam de Brabantse kluis dan vandaan? In de Brabantse kluis, daar hebben de zusters bedacht. Ze hadden voorheen ook al een stuk en dan noemden ze Brabant Klauzen. En kluis is eigenlijk een ander woord voor klooster. Hoeveel kamers zijn er? We hebben 8 hotelkamers, eigenlijk wel hele mooie ruime kamers, waar je lekker tot rust kunt komen. Ze hebben allemaal een eigen thema, dus alle kamers zijn ook verschillend. Ze zitten in het oude woonhuis van de boerderij. En in het hotel zien we heel veel diverse gasten. Sommigen komen zakelijk en anderen komen juist om een paar dagen te ontspannen, lekker te fietsen, te wandelen door de mooie natuur hier om ons heen. Of je hebt een familieweekend, of je hebt juist dat je met je bedrijf een aantal dagen een heissessie hebt en daar in een combinatie blijft slapen. Wat voor activiteiten doe je nog meer organiseren? Ja, naast wat ik juist heb omschreven, doen we ook heel veel activiteiten buiten. Vaak in combinatie met het klooster en met de boerderij. En zo kun je een rondleiding doen in het klooster, maar je kunt ook op de boerderij actief aan de slag met een Tour de Boer of een Boerenmeerkamp. Ook hebben we activiteiten als een iPad-challenge, eigenlijk meer op de moderne manier, dat je dan op pad gaat en een tocht aflegt. Mag je zomaar overal gebruik van maken hier? Ja, je kunt op de boerderij en in de kloostertuin overal kijken en overal rondwandelen, maar ook een wandelingetje maken door de zustertuin en bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan de Mariagrot, waar je een kaarsje aan kunt steken. Wat ga ik even doen? Is prima, dan ga ik iets leuks voor je halen. Zien we elkaar zo weer. Oké, is goed. Ben benieuwd. Zuster Madeleine, wat een prachtige kloostertuin is dit. Mooi, hè? Ja, heel mooi. En hij hoort natuurlijk bij het klooster wat hiernaast staat. Dat is uw klooster, toch? Ja, het klooster heet Missieklooster Heiligbloed. Dit klooster is dus in 1903 gebouwd. Dus de boerderij is als boerderij ouder. Een langgevel boerderij uit ongeveer 1850. Maar de boerderij is dus door de zusters toen gekocht en overgenomen. En vervolgens het klooster gebouwd. En is iedereen dan die op bezoek gaat bij de Brabantse kluis, mag die hier komen? Ja, er is een wandelroute die loopt dus via de Brabantse kluis door de koeienstal, loopt dus door de kloostertuin en komt dus ook langs deze mooie grot. Prachtig. En die is van 1907, dus echt de moeite waard. Daar moet je ook echt even in. Okay. Want je kunt erin. Oh, dat vind ik heel leuk. Dat ga ik even doen. Is het gelukt, Ferry? Zeker. Kijk, zo heb ik voor jou ook meegenomen. Prachtig. We gaan eens iets actiefs doen. Ja, is goed. Zoiets? Ja, zoiets. Staat je goed? Ja, dankjewel. Ja, dat is een echte boerinnetje. Hey, waarom zien wij er nou zo uit en zien zij er niet zo uit? En zij gaan een activiteit doen die heet Wie is de Mol, maar wij gaan ook iets heel leuks doen. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja. Oh, kijk dan. Ja hoor. We gaan hooi voor ik dacht. Wat loop je moeilijk, joh. Ja, er komt weer die mooie klompen. Dat je maar groter moet bestellen. Oké, okay, zullen we? Ja. Mag jij eerst? Jij doet het even voor. Hou, niet slecht. Ja!